Wat is vitamine nou, D? Nou, vitamine D, nou, ten eerste, een, een leuk weetje, het is geen vitamine. <laughs> ja, ja, nee. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over extra vitamine D voor een betere sportprestatie. Laat het zonnetje maar komen. De lange donkere winterperiode loopt ten einde en het buitensporten longt weer. Het is tijd om onze vitamine D spiegels op te peppen. Maar profiteert de sportprestatie hier ook van? En is het daarom goed om vitamine D als supplement te nemen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, hey. Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het zonnetje schijnt, is half april. Zeker, goede verjaardag gehad. Uh, ja, uh, ja, ik voel me weer een stuk jonger. Uh, ouder, uh, nou, yeah. laten we het niet meer over leeftijd hebben. Middle-aged, nog een beetje North meer. Nog steeds. Ja, ja, helaas. Ja. Hey, we hebben een aflevering. Dit uh, noem ik dan maar even een klassieker: vitamine D-supplementen. Ja. Onzin of zinvol? We zitten gaan we bij D. We hebben nog heel wat te gaan. Tot zet uiteindelijk. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is vitamine D eigenlijk? Wanneer heb je daar een tekort aan? Hoe moet en hoe kun je dat aanvullen? En dan de link naar de sporters. Is het nou nog eens extra interessant om vitamine D te slikken voor je sportprestatie? En uh, zijn er nog risico's? Is het, ja. het geval dat je baat het niet of schaadt het niet? Of uh, kunnen we overdoseren? Dat gaan we allemaal doen. We hebben, je hebt wat studies verzameld. We gaan tips uh, proberen te destilleren. En op het einde gaan we ook nog even zoomen met Guido. Guido ja. Vroemen. Ja. Ja. Om aan hem te vragen of hij... Uh, ook zijn atleten aanraadt om vitamine D ja. te slikken ja of nee en waarom? Uh, ik heb het nu? potje meegenomen. Ja, hij staat hier voor de kijkers op wij YouTube. Hadden, uh, wij hebben hem thuis staan en uh, gisteren toch slik jij even. structureel vitamine D? Nee, dat oh. niet. Maar mijn partner wel. En okay. uh, gisteren nog even gecheckt uh, of ze het structureel doet. Ja. Zij ze ja en waarom? Nou ja, dat moet ik doen, want ja, zij is een vrouw. En uh, boven de 50. Ja? En dan is het uh, advies inderdaad om uh, dagelijks een uh, pilletje te nemen. Dat is gewoon een algemeen. Ja, nou ja ik zei ook al. Hoe, hoe weet jij dat eigenlijk? En zei ze, Ja, nee, dat ja, heb ik we, wel wat gelezen. Is jouw bron? Of noem maar op. En, bron, en vergeet je het wel eens? Ja, dat ook wel eens. Want uh, dat, ik keek even naar de datum van dit spul: <laughs> ja, ja, 27.04.2019. <laughs> ja, toen zei ze: Nou ja. Het is dat... niet de eerste keer dat we hier in de podcast uh, supplementen ja. voor onze neus hebben die over datum zijn. En ik moet zeggen, heel af en toe dan uh, snoep je uit de pot. Neem ik ook kleine, hele kleine pilletjes. En ik okay. denkt, nou, hartzacht. Nou, Hart, zacht. nou waarvoor neem ik, heb, ik heb het nooit op? Nee. Hè? Ik uh, nee? slik, uh, nou ja, we hebben het wel eens over gehad. Ik doe wel eens een multivitamine ja, in de winter. Daar zal het misschien ook wel bij zitten. Ja, maar ja. ik heb uh, geen ervaring met vitamine <laughs> okay, D. -supplementen. Nou ja, wat, Het is gewoon heel simpel: vitamine D-voedingssupplement. En er staat er botten bij voor het behoud van sterke botten. Dat is in principe waarvoor je doet. Speciaal ontwikkeld voor volwassenen. Je staat behoud van sterke botten en goed voor de werking van de spieren. En daarvoor is denk ik de tweede met name. Dat vond jij interessant. Waar we gaan denken: heeft het nog wat met de sportprestatie? Um, Laten we beginnen bij de basis, zoals we graag in dit ja, aflevering denken. Wat het, is het? Het was in het nieuws ook, hè? Ja, waarom? Omdat de gezondheidsraad kwam een paar een maandje geleden uh, naar buiten met eigenlijk de slotconclusie van uh, moeten we extra vitamine D slikken om uh, tegen corona. Ah, daar is hij weer. Uh, ja, en daar was toch wel wat uh, aanwijzingen voor. Uh, met name de, de groep uh, uh, critici richting het uh, coronabeleid. Door sommigen ook wel eens genoemd, et cetera. Die zetten vol in op: uh, je moet de vitamine D wel of niet in, in combinatie met. Want zij uh, zeggen: dan kun je van alle maatregelen af. Vitamine nou, D is preventief tegen corona. Ja, dat is goed voor het immuunsysteem. En dat is inderdaad: er zijn aanwijzingen dat het ook een rol heeft bij het immuunsysteem. Ja. Alleen dan kom je weer, ja, een rol heeft bij. En specifiek dan uh, dat het luchtvechtinfecties mogelijk tegengaat en mogelijk dan ook corona. Nou, en aan de hand daarvan heeft de gezondheidsraad eens gekeken naar de beschikbare kennis. En, da en, en dan kwam toch het advies naar voren. Nee, er is nu nog te weinig aanwijzingen, lees of geen reden om dat Omdat te doen. Om algemeen advies ja. te geven. En er was natuurlijk, dat geeft dan toch wel weer een reuring. Ja omdat ook mensen iets hebben. Ja, goed, baat het niet, dan schaadt het niet misschien, of uh, misschien voor ja, het inzicht. Waarom zou je tegenadvies? Ja, en ja. Uh, waarom? Uh, ja, maar je moet het ook nemen met uh, zo'n antiwormmiddel of dat hydrochloroquine, dat anti-malaria middel. Dus misschien een combinatie. Nou ja, dat, en dat dooft dan weer uit. Ja. Uh, daar kunnen we verder, denk ik, ja, uh, een hele uitzending aan wijden. Maar ik ben toen vanuit daar gedacht van... oké, okay, hoe zit het eigenlijk met sporters? Ja. Zijn die extra gevoelig misschien voor een vitamine D-tekort? Wanneer heb je dat? Wie moet er slikken? Ja. Nou, dan blijkt een heel advies al te liggen vanuit... Uh, maar voordat we de naar de dat advies gehad, gaan, ik vroeg ja. jou de basis. Wat is vitamine nou, D? Want ik lees in de intro iets over zonlicht. Ja, nou, vitamine D. Nou, ten eerste... Een, een leuk weetje: het is geen vitamine. Het ja, ja. Nee, ja. is nu al onzin. Nee. Jabber, nee, ja, ik vitamine weet het. Vitamine is eigenlijk een vitamine. Wikipedia, dan moet je even kijken: van nou, dat is iets wat het lichaam niet zelf aanmaakt, is een vitamine. Wat je dus met je voeding moet meenemen. Ja. En wat een co-enzym is, wat dus op zich betrokken is bij een bepaalde reactie. Enzymatische reactie en dat dit als een soort co-enzyme, ja, een hulpstof. Okay. Zo heb ik het ook altijd geleerd. Om, om je lichaam te laten functioneren en dan lezen we erbij de fluiten: ja. je botten, je Bo spieren. precies. En bij Omdat het immunosies. belangrijk is: prim, uh, primair voor de calciumopname. Ah, en calcium is belangrijk voor botten ja. en voor spieren. Ja. Immuunsysteem zal ook wel. Ik denk dat ontstekingscellen zeker ook calcium nodig hebben. Calcium zit natuurlijk overal. En van. hoe zit dat dan met zonlicht? Want ik ja. kan me niet voorstellen nou. dat door zonlicht iets in mijn lichaam komt. Ik zei het al. Dat is dus de, het lichaam maakt het wel zelf, namelijk aan de hand van UV-straling, zonlicht. Ah. En in de huid, is het theoretisch, technisch gezien geen vitamine, want je hoeft het niet ja. meer te nemen, het is lichaams-eigen stof. Ja. En dus uh, het maakt het aan uh, vanuit. Volgens mij een voorloper van cholesterol. Oké. Okay. Uh, nou ja, cholesterol met een groep eraan. Ja. Komt er UV-straling bij. En dan wordt het omgezet in vitamine D. Oké. Okay. En die vitamine D gaat dan weer naar de lever. dan wordt het omgezet in uh, hydroxyvitamine. En later in de nieren. In een en andere kan het al zijn werk doen. Wat Precies. Het moet doen. En dan ja. is het pas werkzaam. Nou. Uh, waarom uh, men weet, het is belangrijk voor de botgroei. Dat heeft dan te maken met al vroeger de Engelse ziekte. Wat was dat? Ooit... Ja, nemen, de Engelse heen. ziekte, ja, dat is natuurlijk ik heb ooit meeste biologie gestudeerd, dan leer je dat soort dingen. Dat zijn kinderen uh, die in de, ja, de, 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 de gouden eeuw in, de, in, in Engeland met veel industrie kwam op. Kinderen werden aan het werk gezet in in donkere uh, fabrieken, zagen ja. geen zonlicht. En kregen allerlei botvergroeiingen. Okay. Nou, ik heb het altijd geleerd van een beetje, vooral O-benen. Dus de, de, de Jan Wouters van, van, van het voetballen. Mm -hmm. Typisch gevalletje van Engelse ziekte. Het zal niet helemaal kloppen, maar. Net. Dus ja, nou ja Botvergroeiingen, O-benen. En juist uh, 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 ja, rare uitstekels daarvan. En vandaar dat Engelse ziekte, Engeland opgespoord. En toen werd de relatie gelegd tussen zonlicht en, uh, uh, en ja, de goede aanmaak. En vanuit daar is gekeken van welke stof is daar verantwoordelijk voor vitamine D. Ah. Nou, en dan is het cirkeltje rond. Bijna, dus. want ik wil nog even weten, wat zit hier dan in dat potje? Er zit uh, geen zonlicht in. Vitamine D3. Maar is dat dan een synthetische variant ja, of zo? Ja, en die, uh, dat is uiteindelijk wat je zonlicht ook aanmaakt. Ja, je hebt vitamine D2, vitamine D3. Volgens mij is D3 is weer wat... Effectiever nee, maken. Eindelijk okay, begrijpen. Zonlicht maakt een stofje in mijn lichaam aan. Ja. Je kan dat stofje, datzelfde stofje, kan je synthetisch maken in een pilletje stoppen, ketslip. Ja. Het is uh, vet oplosbaar. Ja. Dus misschien kun je zeggen: ja, moet je het wel in een pilletje en niet in een. Uh... In, een, In een, olie een olievorm of zo, of zo dat, daar valt ook nog wel wat zeggen. Ik heb over wel eens mensen zingen. horen zeggen dat als je ja. die visolie oplost, ja. dat het dan uh, nog beter voor je ja, is. Ja, dat vond ik een goede opmerking. Ja. Want dat is ja. ook belangrijk. Het is dus vet uh, oplosbaar. Dat gaat je ook meteen denken van: uh, ja, kun je het dan makkelijk uitplassen? Nee, dus. Nee en of, of uitzweten. Nee, want in principe is het. Het uh, zit in je het vet. Dat betekent ook. Dat, ook het ja, ja. dat het uh, in het vet gaat zitten. Vet op, ja, opgeslagen wordt in het vet. En heeft ook weer consequenties dat mensen die wat meer vet hebben. Uh, uiteindelijk wat minder in hun bloed lijken te hebben. Oké. Okay. Nou, en daar gaat het natuurlijk om. Van, ja, er, wordt, er zijn metingen gedaan. Onder uh, de gewone bevolking en onder sporters van uh, ja, heb jij uh, hoeveel vitamine D heb jij in je bloed? Ja. Nou, en Want dat zijn... is vaak hoe je eerst zo'n stof gaat proberen te duiden. Hè? Dat je mensen laat sporten, mensen niet laat sporten. Gaat meten en kijken of je een, een, een relatie ja. kan leggen ja. tussen sportprestatie Precies. en hoeveelheid ja. stof in je ja. lichaam. En denk ik nog een stap terug: gewoon de bevolking zijn inmiddels die, die richtlijnen. waardoor uh, uh, mijn, uh, de Barbara, dus mijn, uh, mijn huisgenoot, al. Uh, je vrouw. Mijn ja. vrouw, uh, dit slikt. Ja. Uh, dat do doen ook jonge kinderen. Ja. Uh, nou ja, je kent waarschijnlijk de adviezen wel. Uh, ook de, uh, de mensen die amper buiten komen, donkere huid hebben en uh, ja, bedekkende kleding uh, dragen. Ja, en in principe, om dit is uh, Ja, uh, vrouwen boven de 50, mannen boven de 70. Pilletje per dag, 10 microgram geloof ik is het. Uh, en, en zonlicht is belangrijk, dus goed om buiten te komen. Dat is in de winter lastig. En volgens mij laten dan toch wel eens wat studies zien van dat een hoop mensen het gewoon niet halen. Mensen zitten gewoon te laag. Is het dan een soort, laag. net zoals er een beweegnorm is, is het dan een soort zonnorm? Ja, ja en, dat valt reuze mee, las ik. Alleen hangt er van hoe sterk is die zon weer. Ik kreeg het idee dat met 15 à 30 minuten per dag in de zon... Okay. Ja, ...dat dat al uh, voldoende is. En gaat het dan nog om directe zoninstraling of is gewoon buitenlicht voldoende? Uh, ja, het gaat natuurlijk om UV, ja, UV. dus dat is buiten ja. ongeacht of je direct dus, in de zon ja. staat. Ja, ja. helder. En dat is, uh, alleen dan heb je dus te maken met uh, toch een behoorlijke groep mensen. Ja, misschien 40, 50 procent. Ik ken de getal, hangt natuurlijk vooral in de winter... Die laag zitten in een vitamine D. Ja. ja, dat wil je niet. Vandaar dat deze adviezen er zijn. Of iedereen ze opvolgt, weet ik ook niet. Uh, kinderen sowieso. Volgens mij gaf je ze altijd een soort. Uh, vroeger gaf je ze levertranen. En nu, uh, weet je, in het begin nog gaf, moest je iets in de mond spuiten. Uh, ja, toch? Sander, onze producent. Ja, kom ja. er maar in. Je hebt een microfoon vandaag. Dus zeg het even: een beertje. Wat, wat geef jij de kinderen? Oh, Probeer hem bij die podcast te Een Snoepje te met vitamine D erin. Ja, ja, oké, okay, hel. Om de leverdraners zo. Hey, want nu je dat zegt over die winter, vitamine D is dan toch ook het uh, wordt dan gerelateerd aan de winterdip, toch? Aan lage in energie. Uh... Ja. Alleen dat is dus ook wel. Uh, dat is inderdaad als ik Google, dan kom je uit van wat zijn de klachten bij ja. te weinig vitamine D. Ja, osteoporose. Ja, bot, uh, ja bot, broze bot, ja, bot uh, botten. Ja, broze botten, ontkalking, zwakke potten. Spiervermoeidheid. Nou, heb en daar ik. komt dan ja. een vermoeid gevoel van. Ja, ja maar sec genomen, als ik thuisarts.nl kijk, en dat is toch mijn site nog voor, voor dat zeggen. Ja, echt gewoon uh, moe zijn, hoort eigenlijk weer niets. Het is echt okay. de spieren alleen. Okay. Maar dan gaan meteen onze wenkbrauwen als sporters omhoog. mogen. En denk, alleen. Spierstimulatie. Ja. Nou ja, dus als je spier bent moeite, een beetje je spieren voelen anders aan. Je herstelt wat, wat langzamer. Ga je denken: is, heb ik tekort aan vitamine? Ja, dan ga je denken: uh, moet ik dat dan slikken? Um, nou, en ik moet zeggen: langzaam komen er meer studies. Uh, waarbij positieve verhalen zijn. van mensen inderdaad, die, uh, die harder gaan sprinten. of. Uh, Oké, okay, juist... dus specifieke studies over de ja. relatie tussen vitamine D en sportprestatie. Ja. En, Sprinten en, zou het goed voor zijn. Sprint uh, prestaties volgens mij ook een VO2 max studie is gedaan, maar voor, vooral kracht wordt gekeken, krachtige spieren en bijvoorbeeld ook de spierschade na uh, downhill, dus uh, een heuvel aflopen krijg, dat geeft extra. Veel spieren, klappen, uh, ja. ja. ja omdat je dan je, ja, het zijn deels de klappen die je op moet vangen, waarbij je spieren gerekt worden, juist terwijl ze moeten samenspannen. Excentrische spiercontracties, uh, mm -hmm. die, die zijn een, uh, ja, die, die geven in ieder geval meer uh, schade en daarbij ja. de, de spierpijn. En die studies suggereren dan bij kleine groepen: uh, van nou, het zou mogelijk effect hebben. Nou. Ik ken Heb jou inmiddels je inmiddels al? al een aantal ja. afleveringen. Als je zo sceptisch bent, dan zijn ja. er dus ook blijkbaar studies ja. die je tegenovergesteld hebben. Kijk, proberen. er zijn ja, studies die niks laten zien, inderdaad. Dus waar ga je op af? Het grote probleem van met die studies is: van als je begint al te kijken naar hoeveel vitamine D. Dus Ze beginnen met eerst eerste meten hoeveel vitamine D hebben die atleten En dan zit geheid. Er zit er behoorlijk veel variatie in. En dan zit er zitten gewoon een aantal tussen die onder die grens zitten die we met z'n allen hebben afgesproken. Nou, misschien okay. dus die hebben in de eigenlijk al een soort vitamine D ja. tekort. Ja, daar is dan... De, de groepen zijn te klein om te zeggen... nou, gaan jullie jezelf eerst op orde brengen. En, en, dus iedereen krijgt dan een bepaalde hoeveelheid uh, vitamine D... een paar weken lang. En daarna wordt die test herhaald. Heb je verbetering? Ja, heb je verbetering of niet. Ja. Um, maar daar zit het hem al in van... oké, okay, je begint met een enorme variabele baseline. Je geeft iedereen hetzelfde... Um, dus je wilt het liefste, denk ik, iedereen op een, een baseline hebben. Nou ja, of kijk, sowieso als je te laag zit, moet je sowieso slikken. Klaar. Ja, maar op je wil voor... zeggen, daarmee vervuil je de resultaten. Want natuurlijk ga jij verbetering zien, ja. want je hebt gewoon te lage vitamine ja. D-niveaus dan we met z'n ja. allen gezond vinden. En we weten uit al die studies in ieder geval, die met name gericht zijn natuurlijk op botgroei bot ja. of de bot... Ja. Uh, ja. Ja, dat, dat, je moet een bepaald niveau van vitamine D hebben. Nu is de vraag van, is er nog een extra effect dan op, op spiergroei? Op spier, voor sporters. Ja, uh, op je spieren. Waardoor het misschien, en ligt dat niveau bijvoorbeeld hoger, zou je meer vitamine D. Ja, en daar is eigenlijk um, ja, de, 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 het, voor, vooralsnog het advies nee. Okay. En dat heeft ook te maken... Maar dat is het belangrijk, weet ik inmiddels. Die nee, is dat nee, het is nog niet aangetoond dat... Ja. of nee, het is aangetoond dat het niet zo is? Ja, nou ja, euh, daar ga ik uit van het tweede. En dat is met name een grote studie geweest... een paar jaar geleden in Engeland... onder een groep militairen, rond de duizend, meen ik. Die hebben ze gewoon de vitamine D gemeten. En dan kwamen ze ook achter in de winter... waar echt, nou, ik denk 75, 80 procent zat te laag... Mm -hmm. En het interessante was, die lieten ze een uh, uh, uithoudingsproef te doen. Anderhalve mijl volgens mij moesten ze uh, lopen. Nou, gewoon, ga maar zo hard mogelijk voor die anderhalve mijl. Nou, militairen die zijn dat gewend. Hè. Die weten heus wel hoe ze dat moeten aanpakken. Kunnen goed pacen en noem maar op. En hebben ze die resultaten op een rij gezet. Nou, dat kan met, met duizend uh, man. En dan in uh, groepen ingedeeld van laag... Van te laag naar laag, naar midden, naar hoog. Vitamine d ja. oké okay. En dan zagen ze een relatie. Van degene die echt... Te, hoe lager de vitamine D... hoe langer ze over die anderhalve melden. Exact. Dus ja. mensen met vitamine, vitamine D-tekort zijn langzaam. Ja, dus, en niet alleen tekort. Want die relatie die liep ook, ook... Dus dan zou je denken... Hey, dan gaan we uh, met de wetenschappelijke term extra ja, Kunnen uh, we dan. Maar ze hadden ook uh, een andere uh, test gedaan. Naar spierkracht gekeken. Daar maakt het niks uit. Nou hebben ze die, groe die groep mensen die echt te laag zat, zaten. Hebben ze omhoog gekrikt. Waardoor die eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde niveau uitkwamen. In ieder geval gewoon qua gezond. Qua sportprestatie of qua vitamine D niveau? Qua vitamine D. Ja. En toen die test herhaald. En maakte geen flikker uit. Hoe bedoel je? Dus nou ja. Ze waren nog steeds zo langzaam. Ja. De dus dan... Mensen die in de eerste test een te laag vitamine D hadden, hadden in de tweede test een peil vitamine ja. D niveau, maar waren nog steeds de langzaamste ja. van de groep. Dus dan ga je denken: oké, okay, dus 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 het maakt niets uit. Het is een relatie die wel gevonden wordt, maar waarschijnlijk spelen de andere factoren doorheen. Ah. Zoals er zijn, zijn mensen met vitamine D te kort of laag, komen die misschien al minder buiten? Ja, ja precies. Dus, dus je ziet iets anders. Ja. Wat de verklarende factor is. Maar die founding ligt... factors. Yeah. Ja, die ligt toevallig parallel. Yeah. En en misschien is dat wel die mensen die zo snel liepen, die zijn altijd buiten aan het trainen maar Daar hebben ze toch wel gecheckt. ja, ze hebben deels daarvoor kunnen corrigeren. Dus de, de, de oorzaken die daar uh, te grondslag liggen, de meeste is inderdaad fitheid. Mm -hmm. Degenen die minder buiten komen, nou, die zijn en, en minder sporten daarbij, minder buitensporten hebben lager vitamine D uh, en minder conditie. Kortom, die uh, dat kan een verklaring zijn, ja. De tweede kan zijn. Hebben ze. Nu word ik nieuwsgierig. Hebben ze in die studie. Was die groot genoeg. dat je kon zien. dat bijvoorbeeld iemand met. vergelijkbaar talent of capaciteit. leest ja. een VO2 max scoren... maar verschil in vitamine D. Dat denk, je, nee, ze hebben geen VO2 max. Uh, nee, nee, dat zou, dat zou je zou, dan eigenlijk niet weten. Ja, toch? Precies. Andere verklaring is daarbij ook. vet is degene gewoon die. wat ik zei. Uh, vitamine D wordt opgeslagen in het vet. Ja, dus meet je een, een lagere waarde. meet wat lager in het bloed. Uh, kan het zijn dus dat diegenen, nou ja, ook daardoor minder vet zijn, dus dat terugzien op die anderhalve mijl die ze moeten lopen. Ja. En derde verklaring, maar daar hebben ze nog niet zoveel antwoord op, is, ja, doet zonlicht sowieso, geeft dat nog een extra boost. Ah, andere bijeffecten. Ja. En dan, dan we praat, die ja, dan dan praat je uit. over uh, stikstofmonoxide, uh, hebben we het gehad, in, ja. uh, over nitraat, uh, over onze bietensap. In de aflevering over bietensap als doping voor dus elke amateur. Kort, het is net even lastig om gewoon te zeggen, we zetten mensen op, uh, op, op, op vitamine D. Of uh, bij deze groep hadden ze zelfs ook in plaats van vitamine D volgens mij ook zonlicht aangeboden. Dus vanuit daar zeiden ze, ja, nou, het is sowieso goed om je vitamine D op peil te brengen. Ja. Uh, maar om nou te zeggen van, hé, hey, ik zit wat aan de lage kant, niet, niet te laag volgens, en ik kan, nou, hoe meer ik heb, hoe beter dat voor mijn spieren is. Ja, daar durven ze. Uh, nee, dat, die, antwo die antwoorden zijn, die die, zijn, die gaan alle niet kanten niet op. Niet uit die studie. Nee, want er zijn ook meta-analyses gedaan. Uh, maar Oftewel dan... hebben ze meerdere studies bekeken. Ja. En dan heb je aan de ene kant zegt ja, zeker, bewoordelijk voor kracht. Andere zegt nee, niks. En een de de derde zag ik. Die heeft echt gekeken spiergroepen. Die zei ja, de beenspieren die verbeteren wel en de armspieren niet. Nou, teken dus ervoor. Zou het locatie. Uh, ja, hangt een beetje af. Ja, jij zou ervoor tekenen. Tot nu toe, hè? met ja. wat ik nu hoor. Want ja, zeg je, het zijn er negatieve effecten. Nou, er wordt wel gewaarschuwd van. Nou, in principe, als jij gewoon zonlicht. Dat is allerlei be de belangrijkste bron. Daarnaast kan je ook nog een mindere bron, maar draagt zeker bij, is het eten. Ja. Waar uh, zit het in? Vette vis. Ah, er is weer En in. Uh, vlees. Uh, dat zijn eigenlijk, ja, uh, daar dus vegetariërs dat is lastig, want we hebben ooit een aflevering gemaakt dat we misschien meer vegetarisch of ja, veganistisch moeten daar worden. Dat wordt er wel een beetje gewaarschuwd aan de andere kant. zeggen ze, nou, Als de bijdrage van de zon 90% is aan vitamine D aanmaak, is de bijdrage van voeding 10%. Ja, ja. Dus daar hoef je eigenlijk, uh, en dat is eigenlijk voor, voor dieren hetzelfde. Ja, die maken dus ook vitamine D aan aan hand van zonlicht. Dus dan moet je koeien En dat koeien is hebben die het in, uh, in de buitenlicht staan. Ja, dan heb je en... geen bio-industrie koe... Nee. die heeft geen vitamine ja. D in zich? Dus dat okay. is, uh, ja, ja. En waarom het dan toch niet doen? Ja, daar is deels denk ik, uh, zeggen ze, je hebt het niet meer in de hand als jij gaat slikken. Hoe bedoel je, je dat? Je moet één pilletje. Nou, normaal kan het lichaam, die heeft het soort ja, feedback, hebben het over gehad. Dat lichaam voelt perfect aan van, uh, kan toch zijn eigen vitamine D-niveaus uh, controleren. Ja. Omdat er allerlei ja, uh, terugkoppelingsmechanismen zijn. Ja. Al denk ik vanuit de hoeveelheden van die hydroxyvitamine die in de leven wordt aan de nier. Ja, ja, ja. Signaleren, komt weer een signaal terug naar de huid van, ga minder aanmaken. En dat systeem verstoor je als ja, je bij als je, gaat slikken? Ja. En dan, dan gaat dat lichaam. Uh... Is, dit, uh, is dit een nou, logische analyse van jou? Of ja, is het nou ja, een dit, studie dit die. is dit bijna dit zegt? zoals do met doping, met Epo, of noem maar op. Ja. Dat is ergens. Dat, dus het zijn waarschuwingen ook van artsen, met name, of van de mensen. Ja, als jij gaat klooien een beetje met de, ja, de lichaams eigen aanmaak. Door uh, van buitenaf te uh, suppleren, supplementen uh, te nemen. Dan verstoor je eigenlijk gewoon die natuurlijke balans. Mm -hmm. Ja, of er nou heel met, veel. Net als risico, nou, dat de, je nooit meer ver, van de pillen af kan. Extra ja, verkalking hoor ik, of las ik. Nou ja, ja. waar dat precies optreedt, misschien in uh, op plekken waar je het niet wil. Ja. En eigenlijk, ja, daar heb je het altijd al gehad. Uh, ook, ook nieren moeten daar toch iets mee. Die moeten dat spul uiteindelijk wegwerken. Ja, want ik wil zeggen, kan je. Een overdosis nemen. Vitamine C is er een. Daar weet ik nou, maar. ja, als je overdosis grote ja, Ik denk dat lever gaat dan toch extra aan het werk en de nieren willen dingen kwijt uh, raken, dus dat je, nou ja, of het gaat ophopen ja. in de vorm van, van kalk of andere manier. Dus het lichaam zoekt wel naar, naar, naar wegen om. Maar ja, waarom zou je het... Uh, daar is het in principe niet voor gemaakt. Omdat van natuurlijk kan niet uitgaan die uitgaan... we die natuurlijk een feedback loopt. Oké, okay, okay. dus helaas is het weer niet zo simpel ja. als... meer is beter, gaan we gewoon slikken. Nou uh, en, en ik denk aan de aanhaling van de doping specials... dat we dan toch ook wel iets moeten gaan ja. Goed, waarom zou je een pilletje nodig hebben. Maar dit is geen doping, toch? Nee, het is geen doping. Nee. nee, maar dat is altijd weer het gebied. Het grijze gebied van. Uh, de, de studie ook bij de Nederlandse topsporters. We, nee, we hebben geen enkele moeite met middeltjes die, uh, die niet op de dopinglijst staan, maar mogelijk. De prestatie, Nee, supplementen. Ja. Ja. Dus nou, we nemen alles. Uh, nou ja, we nemen van vitamine D tot uh, vitamine Z en uh, dus. En we weten wel, dat is wel een goed punt, dat ook de Nederlandse sporters, een studie die ik een paar jaar geleden vond, die hebben volgens mij bij de, de, de ene laatste aflevering van vorig jaar al benoemd. Dat was toch best wel schrikken dat die uh, toen gekeken is naar uh, nou ja, aan de hand van uh, inname, ook van voedingsmiddelen en daarbij denk ik bloedgeprikt, toch een aantal tekorten waren ook in vitamine D. Ja, want daar wilde ik naartoe. Ook atleten zijn niet anders dan de gewone mens. Van ja, die in de winter komen ze minder buiten. Vooral de binnensporters, denk ik. Eten misschien dan ook net niet, uh, ja, net, net niet genoeg van die vette vis. Of, uh, en dus ja, dat is toch. Ja, net, net zoals de gewone bevolking een tekort heeft, werd dat toen ook gevonden in, bij Nederlandse topsporters. Maar Jurgen, kan ik het zelf op een of andere manier testen of meten? Kan ja. ik weten waar ik op de schaal zit? Eh, op zijn minst kan ik vaststellen of ik een vitamine D tekort heb ja. of niet? Nee, dat is het lastige. Ja, als je afgaat op... Ja, Mijn botten breken spontaan. Ja, ja, dan nee, ben je helder, al naar huis. Ja. Of ik heb spierpijn. Ja, maar wat heb je de afgelopen week voor sport gedaan? Ja. Of ik ben vermoeid, algehele malaise. Ja, ik weet niet hoe snel jij naar de dokter gaat. Maar dat is natuurlijk wel. Uh... Nee, maar kijk, sporters worden in ieder geval wel wat beter begeleid. Vooral als je dan uh, naar heel oplossing. Hoe test je ja, Misschien moeten we video nou, vragen. Je meet hoe, 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 vitamine je? D dus. En dat is wel een interessant ding wat ik ook naar voren uh, kwam in die studies. Zij zeiden ja, je meet nu het hydroxyvitamine. Dat is eigenlijk wat na de, de lever produceert. Mm -hmm. nou, uh, alleen... Dat kun je meten in je zo? Ja. Alleen het blijkt dat uh, je hebt een vrij gedeelte en je hebt een gedeelte dat gebonden is aan een, 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 een eiwit. Het VDBP, uh -huh. een soort uh, van de pool van de broek. <laughs> ja, het uh, milieu van de Pool ja, van de broek. Uh, ja. Er zit gewoon niks anders dan de vitamin D binding protein. Ja. En wat zij meten is het totaal van die twee, het vrije en het gebonden. Alleen zeggen ze ja, maar je moet eigenlijk het vrije, dat is echt het functionele vitamine. Alles wat gebonden is, is, is een soort reserve, is een soort opslag. Dus je moet eigenlijk het vrije meten. Nou ja, de vraag is: wordt dat standaard gemeten vaak niet in een, in een, nee. in een, in een lab of bij een huisarts, als die het al meet? Uh, en het blijkt ook nog te verschillen tussen, in ieder geval bevolkingsgroepen uh, weten ze, de Hispanics en, en uh, mensen met een donkere huidskleur. Die hebben uh, minder van die, uh, um, meer volgens mij juist, ja, meer vitamine. Als je gaat meten. Ja, en, en dus dan kan je er op lagere, oh nee, die hebben uh, minder van het spul, dan meet je totaal ook minder. Ja. Uh, en dan werd altijd gezegd... hé, hey, maar we zien dat niet terug in de, in de, in de botzwakte... Uh, van eigenlijk die mensen of die, die groepen sporters. Dus toen zijn ze erachter gekomen... ja, eigenlijk als je het goed wil doen... dan moet je of het vrije meten... of in ieder geval weten ook... hoeveel vitamine is. van dat uh, binding protein heb je. Dus daarmee geven ze eigenlijk aan... ga niet klooien. Nee. Want de enige manier om erachter te komen... is echt je vitamine B, uh, D te meten. En laat dat gewoon professioneel doen. En op de methode waarvan jij ook weet van... Uh, meet ik het goede? Ja, maar uh, dat, dat is, eigenlijk... is dus voor amateurs als jij en ik helemaal niet ja. toegankelijk. Nee, dus ja, nu krijg kom. ik moeite met het beantwoorden van onze hoofdvraag. Ja, uh, is het vinden in de is dat nou simpel? Ja, als jij uh, het gevoel hebt, uh, nou sowieso als je risicogroep bent, ja, ja, onder de vier volgende, jaar, uh, donkere huid, uh, gesluierd door het leven of altijd een pet op en uh, uh, nou ja, goed bedekt. Ja. Um, boven de 50 als vrouw boven de 70 als man dan moet je het allemaal doen ja nu, dan moet je het zo mee klikken uh, fanatieke of recreatieve amateursports van middelbare leeftijd nee ik nee. Uh, gewoon nee. lekker veel buitensporten ja klopt ook in de winter, in de winter juist en uh, pas als jij structureel denkt van hé hey, daar gaat iets, uh, iets niet lekker hier uh, ik voel ja, maar me, die vind uh, ik wel moeilijk ja als nou advies, ja je, maar hoor. je gaat uiteindelijk toch altijd naar de dokter en die ja om nou te zeggen Kijk, wat je niet wil, er kunnen zoveel oorzaken zijn voor ja, jouw daarom. spierpijn, je nee, spier. En om meteen te denken, nou, het moet vitamine D zijn. Tenzij natuurlijk in de toekomst er veel meer uit, ook, ook richting infecties of noem maar op. Van ja, die, die studies worden langzaam gedaan, ook richting corona. Wie wie weet komt er over een paar jaar wel inderdaad meer grondig onderzoek, ook vanuit de gezondheidsraad, dat ze zeggen, nou ja, we moeten ja. toch. Op de kans van de, in, in de uh, Maar dan uh, onderstreep ik nog maar een keer jouw andere opmerking, het is niet zomaar baat het niet, dat dus gaat het niet. Want nee. je gaat wel met synthetische stoffen je natuurlijke ja. systeem uit evenwicht brengen. Ja. Uh, je kan een overdosis hebben dus in zin. kan. En, of... en in hoeverre dit potje koop je bij uh, nou ja, dan staat de kruideniersmerk op, heel makkelijk. Uh, daar staat natuurlijk wel ergens op de kleine lettertjes van nou, één pil is genoeg. Neem uh, ja. eenmaal daags en overschrijd dit niet. Maar ja, de piltjes zijn zo makkelijk. Ik bedoel. Je snoep ze zo weg. Ja, hè? en vooral als jij wat uh, die spierpijn houdt, of zo nee, nou, dan neem ik er nog een of nog een. En ik denk dat daar ook wel een, een gebied zit waar in ieder geval een, een sportarts als, als Guido wel wat over kan zeggen. Uh, ik denk dat toch sporters, ja, het gemak, uh, die, die dan niet begeleid worden, het makkelijk vinden van nou ah, nee, een pilletje voor zus, een piltje voor zo. En, ja. uh, en dan ja, zeggen ja, wij, doe maar trekken. niet. Nee. Ga maar gewoon naar buiten. Ja. Zullen we gaan zoomen met Vroemen? Goed, uh, goed idee. We gaan zoomen met Zoomer! Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom! Guido, goedemorgen! Goedemorgen! Ja, goedemorgen! Hey, welkom. We hebben een, een oude wetse aflevering over uh, vitamine D als supplement. Zinvol of onzin? We dachten we gaan eens even bellen, uh, even zoomen met onze topcoach die we kennen. En aan jou vragen of jij uh, vitamine D op het menu zet van jouw atleten. Altijd of soms? En, en wanneer wel en wanneer niet? Um, ja, dat zijn al, al heel veel vragen in één. Niet, niet altijd? Ja, laten we dan ik zet het op het, Ja, Ik zet het er zeker altijd in. En dat doe ik al jaren. En dat wil niet zeggen het hele jaar door, elke dag. Maar in de winterperiode, en dan moet je een beetje zo denken: na oktober, dus zeg maar vanaf november, neemt, ja, neemt je vitamineconcentratie sowieso af. He, je bent minder buiten, minder blootstelling aan zonlicht, wat je nodig hebt om het zelf te maken. En uh, december is dan helemaal kansloos. Dan wordt het al donker, net als januari. Dus in februari zitten de meeste mensen wel er aardig op een dieptepunt. En um, om dat te voorkomen, kun je beter, zeg maar, al in november gaan suppleren. Met, uh, met extra vitamine D-pilletjes. Dus in die maanden um, zet ik het bij iedereen eigenlijk uh, erin. Neem 20, 30 microgram per dag. Um, en het, ik vind het ook prima om het. Uh, pff, Twee keer in de week wat meer te nemen. En dat je het uh, over twee dagen verdeelt. Het hoeft niet voor mij elke dag, als je maar genoeg binnenkrijgt. Nou, zeg maar per week. En dat zijn sporters die niet in de, de, de risicogroepen vallen. bij wie het nu wordt geadviseerd. Zoals ja. Ja, kinderen tot vier jaar. Uh, vrouwen boven de 50. mannen boven de 70. of uh, mensen met de donkere huid. Dus waarom? Ja, want, waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Ja jullie hebben ouderwetse inzichten man oh, okay. Daarom bellen we ook met jou Wat zijn jouw nieuwe inzichten? <laughs> nou ja Vitamine D dat, 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 dat kreeg ik vroeger Dat weet ik nog wel Dat kreeg ik vroeger al uit die smerige vieze levertraan flessen Dan kreeg je zo'n hele lepel uh, Van je moeder uh, En nou kom op jongen even doorslikken En um, nou ja Daar zat dus heel veel vitamine D in De levertraan En um, um, nou, echt dat met name voor, ja, voor je weerstand en zo was dat goed. Maar ondertussen zijn we er ook al achter gekomen: um, het, het, het is niet zomaar een vitamine. Hè? Het is een uh, uh, soort prohormoon hormoon wat je nodig hebt. En het, werkt ook, het heeft ook heel veel functies in, bij spierfunctie uh, gevrichtsfuncties. gewrichtsfuncties. Bij tekorten merk je dat bij veel mensen: dan gaat alles pff, moeizaam en stroef. Um, je weerstand, inderdaad, daar helpt het, he, de, de, de ondersteunt het ook bij. Um, dus het heeft een heel groot scala aan effecten die, ja, die steeds meer bekend raken. En eigenlijk is het een heel ja, goedkoop en simpel middel. Wat je, nou, je kunt het ook uit, uit, uit vette vis halen. Maar dan moet je wel heel vaak en heel veel vette vis eten. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar ja, he, die pilletjes, dat is heel simpel. En dat is. Vrij gemakkelijk, je kunt ook druppels, hè? dat is hetzelfde, hetzelfde effect. Um, maar ik heb het zelf wel eens, wanneer ben ik er? Ik denk dat het ondertussen al tien jaar geleden is dat ik het uh, ja, via een, een uh, klinisch chemicus daarmee in gesprek raakte over vitamine D. En daar was het ook inderdaad bij ja, mensen die in een, uh, uh, in een verzorgingshuis zitten, nooit buiten komen dan in de winter. En dat hadden ze dan eens onderzocht, dat was allemaal dramatisch laag. En toen hebben we ook eens wat sporters uh, onderzocht. En zelf heb ik dat toen ook eens geprikt. En ik had ook echt wel last van nou, meer spierpijn dan normaal. Het was februari. En meer, nou ja, pijn in je gewrichten, stijfheid. Een beetje, niet op gang komen. En ik had toen een vitamine D van ergens in de 30. Dan moet je je voorstellen, toen was een beetje de grens 50 bij de huisarts. Nou, daar wilden ze toch wel boven zitten. Toen dacht ik, zo, en dan zit ik hier met 30. Nou, dan wil ik dan wel eens gaan suppleren en um, dan kun je dat ook heel erg hoog doseren. En dan krijg je, kun je eigenlijk via de apotheek een klein drankje, dan heb je een soort levertraan, want dat is ook niet te zuipen dan. Dus, um, een, paar, uh, een paar milliliter daarvan, maar dan kom je uit op, dat waren iets van 10.000 eenheden in één shot. Nou, daar merk je in principe niks van, dat slik je door. Maar ik dacht, dan wil ik wel volgende week weten wat het dan is hè. Dus een week later weer geprikt. Toen was ik 78. Toen dacht ik, zo, dat werkt goed. En nou ja, dan heb je placebo-effect. Want ik voelde me natuurlijk ook ineens veel beter. <laughs> dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten. Denk ik denk ja. Maar oké, okay, vanaf toen ben ik dat ook veel meer gaan inzetten. En eigenlijk hou ik bij mijn sporters. Als ondergrens 75 aan, dat moet je echt wel proberen te houden. En eigenlijk voor topsporters zelfs 100. En dat is hoger dan... Want wat is de grens tegenwoordig? Nog steeds, wat je zegt, 50 voor de gewone bevolking? Ja, ja daar houden ze 50 aan. Ja, betekent het dat jij ook jouw sporters uh, dit uh, prikt? Of bij de meesten gewoon eigenlijk dit voorschrijft met het idee van... Nou ja, misschien zitten sommigen al boven die 50 of boven die 75... Dan geef ik ze ja. maar wat extra. Of, of ga je er echt van uit van dat de meesten gewoon het nodig hebben omdat ze het tekort hebben? Je kunt er in principe kun je er wel in de winter van uitgaan dat iedereen het nodig heeft. Heel Nederland eigenlijk, meer... denk je. Dus ja. Gerrit en ik ja, ja, ook ik op, op dit moment. Ja, dan toch even toetsen. Want ik heb hier net uh, met een wetenschapper een kopje <laughs> koffie gedronken. En die zei, nou, je moet wel oppassen. Je bent gelukkig ook uh, arts, Guido. En uh, uh, Jurgen heeft mij net uitgelegd dat als je synthetische middelen in je lichaam brengt van stoffen die je lichaam ook zelf maakt, breng je misschien je systeem in onbalans of verwarring. Hoe kijk jij tegen dat argument aan? Ja, je, maakt, je zegt het zelf al hè. <laughs> uh, de stoffen die je zelf maakt, zei je. Mm -hmm. heb je voor vitamine D heb je niet, hè, dat, dat kun je niet zomaar zelf maken, want daar heb je ook zonlicht voor nodig. Ja, precies. En als je dat niet hebt. Hè? Dat, daar ...onder je huid, zonlicht, blootstelling... ...dan pas maak je de werkzame vorm... ...van vitamine D. Dus dan, heb je, hè, dan zit je en denk je... ...ja, en dan? Ik kan het zien, maar ik heb geen zonlicht. Hoe ga ik dat nou doen? Ja, dan moet je gewoon... De hele, ...dan ga je op het andere half rond wonen. Dan werkt het prima. Dan hoef je, het niet te, hoef je geen vitamine D... ...meer te nemen. En dan kom je dan over een, een half jaar... ...weer terug. Ja, ik snap het maar. ja. In de zomer... In de zomer heb ik ook mensen. Hè, je vroeg of ik prikte. Ik prik inderdaad dan, en dan neem ik dat mee in het bloedonderzoek. Eén keer per jaar komen ze allemaal voor een complete check. En dan prik ik daar ook bloedonderzoek bij. En daar zit ook vitamine D bij. En aangezien ik de meeste mensen in deze in de periode rond hè, in de winter ergens zie, en in het voorjaar neem ik dat mee, omdat ik dan wil weten op welk niveau het zit. Maar ik heb er ook wel eens mensen die ik in juli heb gezien, of augustus, eigenlijk dat er al heel veel zon is geweest. Nou, die zaten allemaal knetterhoog. Dan weet ik van, ja, maar dan is het oké. Okay. Weet je, daar, daar dus hoef ik die, me niet druk over ja, te maken. Dus die hoeven in de zomer... Het gaat jou met name om de winterperiode. Maar wat ik wel interessant vind, is dat jij suggereert... of denkt van... Eigenlijk die grens die Nederland nu zelf stelt... en waarop eigenlijk de adviezen zijn gebaseerd... voor uh, de vrouwen boven de 50, mannen boven de 70... jonge kinderen, et cetera... dat die eigenlijk nog aan de, de lage kant is met de, met de 50... Dat jij zegt, nou sporters die, 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 zitten die, ja, die hebben een hogere ondergrens. Klopt dat? En... Ja, 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 je wilt prestaties leveren. En dan, aangezien dit ook op spierfunctie werkt, um, is een hogere ondergrens beter dan die 50. Ik denk dat 50 niet meer optimaal is. Is niet verkeerd voor, het, voor de gezondheid. Hè? Voor de gezondheid is het waarschijnlijk prima. Maar als je ook nog eens prestaties erbij wilt leveren waarbij vitamine D toch wel wat ondersteunt. Ja, dan denk ik dat 75 ja, ja. een betere onderwaarde is. Ja, is het dat omdat die 50 met name gebaseerd zijn. dat lees ik op, op botdichtheid. Uh, daar is eigenlijk al het eerste onderzoek naar geweest. en dan met name bij uh, ouderen vandaag. en daar is die, die norm eigenlijk nog wel op gebaseerd. en dat misschien voortschrijdend inzicht nu ook ziet van ja. Maar vitamine D is ook belangrijk inderdaad voor, voor spierfunctie immuunsysteem. Dat we in de komende jaren waarschijnlijk het optrekken van die grens zullen zien. En dat we een uitbreiding misschien van de adviezen zien. Voor uh, dat ook, ja, nou misschien Gerrit en ik ook uh, wordt aangeraden om ons pilletje te gaan slikken in de wintermaanden. Denk je dat het die kant op gaat? Ja, ik denk dat dat sowieso al redelijk wordt. Dat je het vaak al voor, uh, tegenkomt dat je denkt, nou ja, vitamine D is wel iets wat, je, wat goed is en belangrijk is om te suppleren. Hè? En de, dus ja dat, dat zal steeds, ja, dat zal steeds meer doorgekomen bij iedereen, verwacht ik hoor. Nou, laatste check dan, man. En ik besef dat we nu bijna de aflevering twee keer hebben gedaan. We hebben het cirkeltje nog een keer gemaakt over de wetenschap. Uh, even de andere kant van de medaille. Kun je overdoseren? Kan het schaden? Moet ik ergens nog voorzichtig zijn? Of is het gewoon pakken en. Maakt niet uit. Uh, ja, ik denk wel dat je. Al, je kunt, denk ik, met alles overdoseren. Zelfs met water. Hè? Als je een hele emmer water in deeg drinkt, dan word je er ook niet lekker meer van. Um, dus er is zeker een kans van overdoseren. Alleen als je met pilletjes gaat werken en um, daar zit maar een paar microgram in, ja, dan moet je dat hele potje in één keer per dag innemen. He, dus dan, dan kom je echt wel met, met doses. Denk, ja, hallo, je moet niet één potje per dag nemen, een pilletje per dag en er zitten eh, 200 pilletjes in zo'n potje, kijk dan, <laughs> dat is echt extreem hoog. Hè? Terwijl ik dan ook eh, met zo'n hele hoge dosering, zo'n bolus, wat je dan doet, dan kom je in één keer ga je dan omhoog, dat zijn 10.000 of 20.000 units, ook dat gaat, weet je, dat gaat goed, maar dat moet je dan niet dagelijks doen, daar heb je gewoon genoeg aan voor een maand. Jug, hoe luister jij hier nou naar? Want je ja. hebt net uitzet leggen calcium-ophoping. Uh, over ja, nou, voorzichtig dus, zijn, ja. wetenschap. Nou, verdeeld. Ja, en, en het zit een beetje in dat gebied van suppletie. Van ja, we hebben natuurlijk uitgebreid over doping gehad. Van waar, waar zit ja, dat, dat het wel makkelijk wordt om, om, om iets te nemen. Wat het, het is, geen doping, staan niet op de dopinglijst. Maar zolang je niet precies weet of ieder iemand een vitamine D tekort heeft... en of dat inderdaad gerelateerd is aan die spierpijn mogelijk... of dat de spierpijn andere oorzaken heeft. Ja, het is natuurlijk gemakkelijk. Het is goedkoop. Het is, uh, ja. Ja, ik denk nog steeds, zo uh, zitten we topsporters. Oké, okay, die zitten er anders bij. Daar moet alles kloppen. Ja. Daar wil je niet de fout in gaan dat iemand een vitamine tekort heeft. Dat is gewoon stom. Maar een recreant zoals jij en ik, ja ik Gido, weet het niet. slotvraag: vitamine D suppleren voor recreanten zoals Jurgen en ik, zinvol of onzin? Ja, voor, voor, ik ik vind voor vitamine D vind ik het wel zinvol. Ja, want het is niet zozeer prestatieverbeterend, um, maar dit heeft ook gewoon heel veel gezondheidsvoordelen. Heel veel. Ik, ja. Welke nog meer? Gezondheidsvoordelen. Ja, 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 ja. Weet je, dus, dus voor je immuunsysteem, spierfunctie, bot uh, aanmaak. Al die dingen. Daar heb je gewoon vitamine D wel voor nodig. Daar speelt het een belangrijke rol in. Dus als je daar gewoon een tekort aan hebt. dan, zal, hè, dan heb je een groter risico dat je daar ergens met je gezondheid. In, nou, weet ja. je, dat je daar minder wordt. En ik, ik heb en een dat hond. Je hè, een dat weet je, ik heb een hond. En ik ga elke dag echt altijd naar buiten. minimaal een half uur. Dus ik, als elk zonlicht pik ik mee, dan nog steeds doen? Ja, die honden zijn natuurlijk geweldig. Hè? Die moet je ook elke dag blijven uitlaten. Dat doe ik ook. <laughs> He, die zijn zo trouw, dat moet je altijd blijven doen. <laughs> Alleen die zon die je opvangt, ook al vang je alle stralen op. Die zon die staat natuurlijk heel ver weg. Die heeft een hoek waaronder de werkzaamheid van de zonnestralen, die is echt heel klein. Oftewel, die doet helemaal geen ene fuck meer. Ook al loop je me in, nou ja, in je blote bast buiten en denk van ja, ik moet wel uh, huid be uh, laten beschijnen door de zon. Mm -hmm. Het heeft te weinig kracht, oh, het werkt okay. niet, helaas. Ja, nou okay. dan... Uh, dan, dan hebben toch we toch echt uh, alles gecheckt en, en dan... Ja. Ja. Ja, maar je, weet je, als je het simpel moet doen, dan doe je het gewoon standaard. Alleen op maandag neem je tien van die pilletjes van 20 microgram, ben je de hele week er vanaf. Ja. En als ze over de datum zijn, twee jaar, dat is wel. dat nog een probleem? <laughs> Waarschijnlijk uh, <laughs> niet. Nee, niet. Oké, okay, nou Dan kan je potje gewoon op samen je wat geleerd? Met, uh, voort, met voortschrijdend inzicht. Ja, die, zit die wetenschap zit de bol te vertragen. De slimmer ja. presteren podcast. En uh, leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. We horen natuurlijk ook graag van jou. Zat jij al aan de vitamine D? En uh, vind je ook dat onze informatie verouderd is? Of uh, heb je, naar aanleiding van de adviezen van onze sportarts en topcoach Guido Vroemen, nu ook het voornemen om aan de vitamine D te gaan? In ieder geval in de wintermaanden misschien. Pas winter 2022. Laat het ons dan weten via verschillende kanalen. Dat kan op Twitter en Instagram. Via de slimmerpodcast kun je ons daar vinden. We maken van iedere aflevering een uh, aparte post en daar kun je op reageren. Die kun je natuurlijk delen. Ken je nog iemand voor wie deze aflevering interessant is, stuur hem door. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je reageren. En ook die link mag je natuurlijk naar iedereen doorsturen. Voor wie het interessant is. Voor iedereen die wel een beetje vitamine D kan gebruiken. En tot slot zijn wij ook te vinden. Uh, je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, wij doen ons best om altijd te reageren. Maar we lezen het zeker met een grote glimlach. Dus uh, daarmee komen we aan het einde van de aflevering over vitamine D. Een zinvolle ja. toevoeging aan je dieet. <laughs> Toch wel. Uh, en we, gaan, uh, we zijn er volgende week weer. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.